Ik ben Koen Wilmaars, ik ben paukenist van de Concert Olympique. Ik ben van het prille begin ben ik erbij, dus als ik me goed herinner is dat 2010. Een van mijn spannendste momenten was, toen zat ik immers op deze plaats in Flachey en we speelden Beethoven 8, wat ook live opgenomen werd. En ik denk in de 8 laatste maten ben ik gewoon door mijn vel gegaan. Dus ik was eigenlijk heel blij dat de symfonie gedaan was en dat het toen pas gebeurde. En ik heb dat kunnen oplossen omdat ik een extra pauk had en zo verder. Maar dat was toch voor mij een heel spannend moment. En gelukkig op het einde en niet in het begin van de symfonie, want dan heb ik wel serieuze problemen gehad. Bij Le Concert Olympique speel ik op deze pauken. Meestal in de traditionele grote symfonische orkesten speelt men op veel grotere pauken die ook pedalen hebben. Dus deze hebben enkel de correctiestemmers, hè, waar ik hier, ik zal even demonstreren. Dus de paukjes zijn kleiner dan grote pauken. Ik zal ze misschien eens even laten horen in een fragment. Klinken zeer compact en dat past zeer goed bij de filosofie van het orkest. De trompetten die spelen ook op natuurinstrumenten. Ze zijn dus iets kleiner van sound, maar van articulatie zijn ze zeer compact en zeer gearticuleerd.